Hoi, ik ben Janneke van Visit Zuid-Limburg en vandaag ben ik op bezoek in Valkenburg bij Museum de Romeinse Catacomben. Ik krijg namelijk een onder de grond rondleiding, want hier bij Museum de Romeinse Catacomben zijn er allerlei cryptes, maar dat zijn replica's uit Rome, maar die zijn heel bijzonder. Mensen uit Rome zelfs, archeologen, komen van heinde en verre naar hier om die te bekijken. Maar natuurlijk kun je als toerist ook gewoon je rondleidingje krijgen. En ik ben daar heel benieuwd naar. Hallo. Goed, Janneke, leuk dat je er bent. We gaan zo meteen naar binnen de Romeinse catacomben bekijken. Aangelegd in 1908 door de familie Diepe samen met Pierre Kuipers, architect. En wat bijzonder is aan deze catacomben, het is een exacte replica uit Rome. Maar waarom hebben ze dit gemaakt? Eén reden was werkvoorziening in die tijd. Voor Valkenburg. En het onder de aandacht brengen van het ontstaan van het christendom in Rome, in deze katholieke streek. Mm. En wat ook het doel was van Jan Diepe, het toerisme in Valkenburg op gang brengen. En die cryptes, dat zijn, ja, hoe ziet dat eruit? Wat kan ik me daarbij voorstellen? Dat zijn grafkamers die door rijke families hebben die laten aanleggen om hun familie daarin te begraven. In Rome, toen ze die zijn gaan ruimen in de 16e eeuw, heeft men daar ongeveer 800.000 restanten van lichamen gevonden. En wat voor mensen komen hier? Middelbare scholen, studenten archeologie en christelijke geschiedenis ook, maar ook mensen die Valkenburg bezoeken en de aandacht getrokken wordt door dit museum. Daar zijn we echt blij mee. Ja, en die niet gewoon de grotten in willen, maar die denken, ik wil nog een beetje meer verdieping in de historie. Precies. Ja, ja. En daarom ben ik natuurlijk ook hier, want ik kan niet wachten om naar binnen te gaan. Ja. Maar hoi, wat waren die inhammetjes dan, die nissen? Dit zijn de graven, hè? Hier, dit zijn echt de graven? Dit zijn de graven. Bij mij is gebeurd en we zijn in het allerdiepste van deze catacomben, dan moet jij wel de uitweg weten te vinden. Daar hebben wij op deze manier voor gezorgd. Hoe bedoel je dat er iets met jou gebeurt? Achter mij zien jullie deze beschadigingen op die tekeningen. Dat is doelbewust nagemaakt. Dus dit is ook een replica van hoe het in Rome is. Waarschijnlijk waren er christenen die dit heidense afbeeldingen vonden, figuren met horens, slangen, dat soort dingen. Hebben ze dat dus beschadigd? Je kunt hier dus het hele jaar door rondleidingen komen doen in de maand december. Is het met een kersttintje, heb je een kerstrondleiding en er zijn ook nog andere thema's. Als je bijvoorbeeld heel veel wil weten van water of van de seizoenen, dan kun je dus een thema rondleiding boeken. En meer hierover lees je hierover in de blog. En nu ga ik op zoek naar Hai, want die is me verdwenen.